Welkom bij een nieuwe uitzending van Aan tafel met Leendert. Uiteraard vanuit B+C in de Nieuwstraat in Leiden. We gaan verder met de lijsttrekkers uit onze regio. Bijna allemaal zijn ze al langs geweest, van bijna alle partijen. Maar nog een paar te gaan, waaronder zometeen D66 Oesgeest. Maar eerst spreken we met de ChristenUnie uit Leiden. Met een nieuwe lijsttrekker. Welkom. Zo is dat, dankjewel. Ja, Pieter, welkom. Pieter Krol in de uitzending. Toen ik zag dat je nieuwe, de ChristenUnie nieuwe lijsttrekker had, toen dacht ik zo... Dat is zwaar om lijsttrekker van de ChristenUnie te worden. En dat is omdat jullie Guido Terpstra hadden. Daarna Mart Keuning. En dat zijn zwaargewichten geweest in de Leidse politieke arena. Ja. Ondanks de ene zetel die jullie hebben, hebben zij flink wel een stempel gedrukt op het debat in Leiden. Dat moet jij nu gaan doen. Ja, zwaargewichten. Ja, het mooi dat je zo begint. Het zijn grote schoenen om te vullen. Dus in alle eerlijkheid, als je weet dat je dit soort mensen moet gaan opvolgen die het goed gedaan hebben, die een kleine partij echt op de kaart hebben weten te zetten, om die op te volgen. Dat is nogal wat. Ja. Daar ligt een grote uitdaging. Maar tegelijkertijd is het voor mij ook wel een voordeel dat ik in de afgelopen 4 jaar al wel heel nauw betrokken ben geweest bij het werk wat we hebben gedaan als duoraad in de commissie leefbaarheid en bereikbaarheid. Maar goed, in de fractie doe je het inhoudelijke werk met elkaar. Dus dan zie je al die thema's die in de afgelopen jaren voorbij zijn gekomen. Heb je zelf al een keer gezien. Daar heb je het werk van bijvoorbeeld Mart gezien. Dus dat maakt het al wat makkelijker. Maar dat neemt niet weg dat het best wel even wennen zal zijn. Ja, voor de kijkers die niet weten hoe dat precies werkt, laten we D66 nemen. We hebben 12 raadzetels. Ja. Dat betekent dat op het moment dat er een gemeenteraad is, daar mogen de duo's niet spreken, moet je op alle onderwerpen... Ja, want jullie hebben 1 zetel. 1 zetel. He, dus de ChristenUnie in tegenstelling tot D66 die er 12 hebben. Ja. Moeten jullie op alle onderwerpen, omdat je maar 1 spreker hebt, moet je het woord voeren en moet je weten wat er speelt, wat er gaande is, wat de dossiers zijn. Ja, dat is niet niks. Nee, dat is een fulltime baan om te doen. Als je zou willen, kun je er een fulltime baan van maken. Maar gelukkig doen we het met een aantal goede duo-raadsleden. We hebben ook nu weer een mooie lijst samengesteld. Volgens mij zijn we weer de jongste partij van Leiden. En daar ben ik ongelooflijk trots op. Want het zijn allemaal jonge mensen. Allemaal hartstikke leergierig. En geloof in de christendemocratie. De christendemocratie, dan zouden ze naar het CDA gaan. Ja, maar jullie zijn toch christenen? Ja, oké. Okay, ja. Nee, maar zeker. Die geloven het vooral. Het geloof en de politiek wordt door al die mensen... Het geloof en de politiek wordt door al die mensen... Het geloof wordt inderdaad dagelijks leven beleden en vanuit die normen en waarden die ze hebben, proberen ze politiek te bedrijven. Wat betekent het geloof voor jou in de politiek? Volgens mij moet de vraag zijn wat betekent het geloof voor mij in mijn persoonlijke leven. En dat is een hele hoop. Ik ben actief lid van een kerk. Ik doe daar belangrijke inspiratie op. En die inspiratie zit hem er vooral op van, op wat voor manier willen we met elkaar omgaan. Juist in de lokale politiek. Mijn vraag stel ik juist over de politiek en het geloof. Want in hoeverre speelt het geloof een rol op het moment dat je de politiek beleidt? Wat bedoel je met de politiek beleid? Als je in het politieke, een politieke debat, je mening gaat vormen over thema's die in de stad spelen. In hoeverre speelt geloof dan een rol? Dat geloof dat speelt een rol in hoe je de dingen benadert. Hoe je met elkaar omgaat. Hoe je er voor elkaar wil zijn. Wat zijn thema's waar je dat geloof Er zijn een aantal hele belangrijke sociale thema's waarin mijn hart sneller gaat kloppen. Jeugdzorg. Jeugdzorg is er één. De wachtlijsten zijn ongelooflijk lang. Als we kijken naar de hoeveelheid mensen in de bijstand. De hoeveelheid mensen in de bijstand is vanaf 2010 aan het groeien. Terwijl de economie op dit moment weer aantrekt. Op dit moment meer dan 5000 mensen die in de bijstand zitten. Dat doet me wat, omdat we zeggen dat het economisch hartstikke goed gaat met Leiden. Dat er mensen zijn die banen hebben. Dat we een bloeiend bioscience park hebben. Dat het goed gaat met het toerisme. Dat is allemaal prachtig. Dat moet verkoesteren. Dat is echt iets om trots op te zijn. Maar tegelijkertijd zien we dat niet iedereen daarvan mee profiteert. En dan zijn dit dingen waarvan ik denk, hier moeten we met elkaar in de actie komen. Ja, maar dan zijn jullie niet de enige die dat vinden. Want alle andere linkse partijen die laten een soort gelijkgeluid horen. Waarin
onderscheid je juist doordat je een christelijke partij bent? Nou, zeker. Gelukkig maar dat er ook andere partijen zijn die dat roepen. Maar er komt vervolgens ook wel iets bij van hoe voeg je de daad bij het woord. En volgens mij ligt daar voor ons echt een grote uitdaging en ook een meerwaarde. Want er zijn partijen, bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid en ook de SP, die hebben notabene het afgelopen jaar in het college gezeten. En toch, die mensen, de hoeveelheid mensen in de bijstand, die zien we groeien. Dus daar moeten we, en het liefst doe ik dat in de gezamenlijkheid, dus juist in de samenwerking met dit soort partijen, pakken we die handschoen op. Het ging goed met de ChristenUnie, maar nu zitten jullie in het kabinet. En dat is eigenlijk nooit goed nieuws voor een partij, de lokale partijen die de verkiezingen in moeten gaan. Want misschien zou je voor de verkiezingen, of in ieder geval voordat ze in het kabinet stapten, kunnen zeggen van nou, de ChristenUnie kan misschien wel een zetel gaan winnen. Jullie hebben er nu één. Ben je er nu nog zo zeker van? Nou, sowieso ben ik niet zeker van het feit dat we ineens van 1 naar 2 zetels zouden kunnen gaan. Als dat gebeurt, is dat natuurlijk hartstikke mooi. Dus het is ook mooi om dat proberen na te streven. Maar ik ga uit van ons inhoudelijke verhaal. En ik hoop dat we daarmee mensen aan ons weten te winnen. En iedereen die dan op ons stemt, dat is er één. En iedere stem telt wat dat betreft. En of we dan uitkomen op 1, 2 of 5 zetels, dat maakt dan eigenlijk niet zoveel uit, want dat verhaal dat staat en dat verhaal is goed. Inderdaad, we doen mee aan de regering. Ik denk dat het voordeel juist is voor een kleine partij dat het effect wat minder groot is. Als ik ook keek naar de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen, bijvoorbeeld hier in Leiden en wat er dan op de ChristenUnie is gestemd, dan was dat een groeiend aantal ten opzichte van de 4 jaar daarvoor. Dus om eerlijk te zijn, stemt me dat juist wel hoopvol. Oké. Ik vroeg dat ook aan Walter van Pijpen. Op het moment dat je, dat is de lijsttrekker van GroenLinks, je moet campagne gaan voeren. Maar je weet dat 80% van je kiezers gewoon op de landelijke partijen stemt, hè, op de landelijke lijn. Hoe ga jij ervoor zorgen dat je meer kiezers aan het lokale verhaal gaat binden? Mm-hmm. Nou, ik vind het belangrijk. Traditioneel kan je denken, we proberen dingen te organiseren en we hopen dat mensen naar ons toe komen. En volgens mij is dat een illusie. Dus ook voor ons als kleine partij wordt het een grote uitdaging. Hoe kunnen wij naar mensen toe komen? Hoe kunnen social mensen media, bereiden? Internet. Social media is belangrijk. Dus inderdaad Facebook, Instagram, noem het op. Maar ook, we zullen ook concreet in de wijken ons moeten laten zien. Dus door daar campagne te voeren. Ook door de samenwerking op te zoeken met belangrijke maatschappelijke partners of vrijwilligers. Dus denk aan de voedselbank, denk aan het goede werk wat Stichting Present doet. Via hen proberen we ook wel en met hen in gesprek te gaan over wat doen we en hoe doen we dat? Hoe doen we dat in de stad? Dat zijn daarbij belangrijke partners. Ja. Succes met de campagne. Dankjewel. Dankjewel. En dan spreken we verder met Elfried Bus, lijsttrekker van D66 Oesgeest. Welkom in de uitzending. Dankjewel. De nieuwe lijsttrekker. Ja. De enige uit de voormalige fractie die blijft zitten. Klopt. Ja. En voor de rest een bijna nieuwe lijst. Een steunfractielid die er nog op staat. Ja. Hoe komt dat? Ruzie? Nou, nee, gelukkig geen ruzie. Nou, we waren natuurlijk 4 jaar geleden allemaal nieuw, zeg maar, in de fractie. Jullie komen vanuit progressief. Vanuit progressief Oesgeest inderdaad daarvoor. Maar we zijn opstandig gegaan met z'n 4 nieuw in de raad. Boris, Marlène en Jan, zeg maar, hebben voor gekozen zelf om persoonlijke redenen om niet door te gaan. Maar gelukkig, en daar ben ik wel heel erg blij om, zijn ze wel van plan de komende jaren gewoon ons heel actief te blijven steunen, volgen en dingen voor ons te doen. Dus ik denk dat we nog niet van ze af zijn, ook niet in het publieke toneel in Oesgeest. Ja, 4 jaar geleden kwamen jullie als nieuwkomers in de raad. Ja. D66 zat in een samenwerkingsverband met progressief Oesgeest. Ja. Daar stapten jullie uit, gelijk met 4 zetels in de raad. Ja. De winnaar van de verkiezingen. En niet in het college gekomen. Nee, helaas. Ja, helaas. Is dat nog een wond die pijn doet? Of noem je dat? Nou, het is gewoon zonde dat het zo gelopen is. Ik denk dat daar gewoon ook meegespeeld heeft dat de ervaring die we hadden en het proces wat we probeerden te doen met elkaar. We probeerden op vernieuwende manier onderhandelingen te voeren met partijen die we ook nog niet zo heel goed kenden. Dus ik denk dat op dat moment gewoon niet goed gegaan is. En dat is echt zonde. Echt heel erg zonde. Maar ik denk ook dat we in die 4 jaar daarna... Is het toen stuk gelopen op onervarenheid? Nou, dat is wel een belangrijke factor geweest.
geweest. Dat heeft zeker niet meegeholpen. En die onervarenheid die, is nu weg. Die onervarenheid is nu zeg met jou is met ervarenheid en ook gegarandeerd. De mensen eromheen, want we zijn toen ook wel heel vers weer begonnen. Het is niet zo dat alle mensen vanuit Toxicoesgeest allemaal doorgegaan zijn en actief gebleven zijn. Maar we zijn echt weer vers begonnen met heel veel nieuwe mensen. En ik moet zeggen, ik ben echt heel erg blij. We hebben nu echt best wel een hele grote actieve afdeling met een groot campagneteam. Met heel veel mensen die heel actief zijn. En ik denk dat we dat als deze 60 in Oesgeest heel goed doen. Dat we dat betreft wel een streepje voor hebben. Het dorp ligt er anders bijna 4 jaar geleden. Ik denk het, ja. Het rooskleuriger ligt erbij, letterlijk. Ja. Of je doet moi. De schulden die zijn gedaald, als je daarop bedoelt. Dus dat is mooi. Ja. Maar we hebben de afgelopen jaren ook gezien dat er best wel druk gestaan heeft op de sociale voorzieningen. We hebben heel veel momenten discussies gehad met elkaar in de raad over. Gaan we nou de Volksuniversiteit wel of niet helpen om open te blijven? Het zwembad open blijven? Kunnen we de sportvoorzieningen zeg maar een stapje verder brengen naar de toekomst? Dus dat is elke keer wel een hele lastige discussie. Maar daar komen we volgens mij goed uit. En in die lijn hebben we nog wel ideeën hoe we verder kunnen komen. Ik voel en ook aan Pieter, hoe zorg je er nou voor dat die lokale thema's, hè, waar toch een hoop mensen niet naar kijken, eigenlijk letterlijk niet naar kijken, omdat ze de verkiezingsprogramma's niet kennen en gewoon op de landelijke lijn stemmen. Ja. Hoe zorg je dan dat die lokale thema's wel op de politieke agenda komen te staan in het dorp? Ja, er zijn natuurlijk, die lokale thema's staan natuurlijk bij heel veel mensen wel op de agenda. Alleen dan niet per se als een politiek thema of iets waarvoor je tegen een gemeenteraad aan zou moeten bemoeien. Ja, als je zegt groen. Dan zijn er heel veel mensen in Oesgeest die zich druk maken over het snoeibeleid vanuit de gemeente of over dat het dorp groen moet blijven in de toekomst. Ja, dus die thema's die zijn er wel. Alleen de aansluiting van ons als politici op die mensen en die thema's is iets waar je mee aan de slag moet. Nee, dus het ligt aan jullie eigenlijk. Nou, ik denk dat het wel het punt is dat je gewoon. Het is niet zo dat als je door Oesgeest loopt dat iedereen weet wie Alfred Bus is. Ja. Dus daar moeten we met elkaar echt wel aan werken. En wat ik het moeilijke vind is van bij die gemeenteraadsverkiezingen, is dus het benoemen van wat speelt er nu en hoe zorg je ervoor dat de kiezer, want ik vind dat persoonlijk ook wel lastig, zo van, ook als je de verkiezingsprogramma's leest, het onderscheid maken tussen de verschillende partijen, dan moet je een beetje tussen de regels door gaan lezen, soms zelfs, want er zijn gewoon gedeeltes waar de teksten letterlijk gekopieerd lijken, als het over groen lijkt, als het over sociale, hoe ga je met elkaar om, dat soort aspecten, daar denkt iedereen eigenlijk wel een beetje hetzelfde over. Nou ja goed, het zal niet letterlijk gekopieerd zijn, want we hebben veel mensen letterlijk aan de teksten gewerkt, maar je merkt ook in de debatten die er zijn, dat partijen het vaak ook best wel met elkaar eens zijn. Hè? We hebben heel regelmatig maar dan wordt het dus niet heel interessant unanieme voor de besluiten, en dat is natuurlijk niet zo interessant. Inderdaad. Nee, maar dan wordt het ook niet zo interessant voor de mensen, of niet zo urgent om een keuze te maken op partij. Nee. A of partij B. Nou ja, dan moet je als partij wel kunnen vertellen waar je dan op onderscheidt. Nou, doe dat eens. Als je bij ons verkiezingsprogramma doorneemt, zie je dat er een rode draad die daar zit, is dat wij zeggen, je moet dingen echt met inwoners doen. Want er zijn allerlei initiatieven. Het is niet zo dat de gemeente steeds voorop staat met de dingen die in ons dorp gebeuren. Als het nou over duurzaamheid gaat of over de ontwikkelingen bij de sportverenigingen of wat er op cultuurgebied gebeurt. Dat is gewoon wel iets dingen die inwoners met elkaar aan het doen zijn, die verenigingen of organisaties oppakken. En wij vinden dat de gemeente daar nog niet goed genoeg in is om zeg maar dat goed te ondersteunen en te faciliteren en mee te werken zodat dat sterker wordt. En dat komt op al die thema's terug. Moeten in onze samenleving tegenwoordig, moet de gemeente dat faciliteren of moeten mensen zelf ook wat actiever worden om zich betrokken te voelen bij het dorp? Nou ja, ik denk als je met elkaar constateert dat in Oesgeest heel veel mensen heel actief en heel betrokken zijn, dan kan je je afvragen waarom ze dan zo vaak tegen de gemeente aanlopen. En dan denk je, ja, dan moet je daarover nadenken. Dat betekent niet per se dat je meer of meer geld erin moet stoppen. Maar dat betekent misschien dat je een meer cultuurachtige omslag moet maken. Waar ik me heel erg over verbaasd heb, is over het participatieproces rondom de Klinkenbergenplas. Ja. Kan je dat voorstellen? Ja, ik kan me dat voorstellen. Ik ben daar geen woordvoerder op, dus ik heb dat ook aan de zijkant staan. Ja. Want het idee was natuurlijk mooi. Klinkenbergenplas is een recreatiegebied in Oesgeest. Dat moest opnieuw ontwikkeld worden, jullie opnieuw ontwikkelen. En het idee was, laat nou de inwoners meedenken over wat daar moet gaan gebeuren. Wat zijn de wensen voor dat recreatiegebied? Ja. Er kwam, en dus goed participatie. Idee, ja, goed idee. Er kwam een mooie website, daar kon je ideeën indienen. 101 ideeën waren er. En er zijn er 3 uitgekozen. Waardoor je dus heel veel teleurgestelde inwoners had. Ja. Met mensen die met een idee waren gekomen. Waardoor dat proces eigenlijk een beetje op een gegeven moment vastliep. Zeker met groepen die de hondenbezitters, die zijn er bepaalde groepen die dan daar echt een punt van gemaakt hebben. Hoe ga je zoiets goed inrichten? Want het is leuk om iedereen mee te laten denken, maar iedereen wil weer wat anders, hè?
Nou ja, goed, ik denk dat als je vooraf op papier had gedacht van, is dit een goed bedacht model? Dan denk ik, nou, misschien best wel een hele goede manier om ermee aan de slag te gaan. Nee, het is dus ook goed dat het geëvalueerd wordt. Maar ik denk dat als je dan zoveel punten inzamelt, dan moet je ook een proces organiseren dat je met die mensen samen kijkt welke keuzes je daar nou moet maken. Nou, maar die avonden ben ik ook geweest, van die houten borden. Ja, daar ben ik niet geweest. Dus met van die stickertjes, van die dat moet dan wel ergens toe leiden, erop. Inderdaad. Ja, ja. Ja, dat moet maar dat is moeilijk. Ja. Het is moeilijk. Het is makkelijker gezegd dan gedaan, toch? Ja, dat is zeker moeilijk, inderdaad. Maar dat is een voorbeeld waar ik denk, ja, dat is zeker niet hoe het moet. Ik kan me ook herinneren dat we de afgelopen vier ook weer een dorpsgesprek over maatschappelijk vastgoed gehad hebben. En daarna in 3 jaar niks meer over gehoord hebben. Ja, dan snap ik dat mensen denken van, waarom was ik daar en wat is daar dan mee gebeurd? En dat het uiteindelijk wel ergens jaren later in een beleidsnotitie terugkomt. Ja, dat is dan niet aansprekend voor mensen. Dus ik denk, ja, daar moet je met elkaar echt over nadenken. Hoe kan je dat beter doen? Ja, ik kan niet over verwachtingsmanagement en zo gaan praten, maar daar kom je volgens mij ook geen stap verder mee. Je moet gewoon zorgen dat je leert van wat er fout gaat. En dat je kijkt ook naar voorbeelden van andere gemeenten die daar ook mee aan de slag zijn. Van ja, hoe doet die dat dan en waar gaat het dan beter? Zorgt dat je daar stappen maakt en dat het echt vooruit komt. Vorige keer wonnen jullie. Ja. Dik. Zijn verwachtingen. Nou, dik. Nou, in het aantal stemmen viel dat misschien mee. Maar het was wel heel verrassend. Ja. Nou ja, als je van 0 naar 4 gaat. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Dikke, hoe kijk je er nu tegenaan? Nou ja, goed, ik denk dat we een hele stabiele basis hebben in Oegstgeest. En daar moeten we zeker gewoon eigenlijk terug op komen, zeg maar. We hebben gewoon de potentie om de grootste te zijn. Dus het zal een mooie strijd worden met een aantal andere partijen de komende periode. Ik geloof erin dat we nog kunnen groeien. Maar goed, je refereerde net bij de vorige spreker ook al aan dat we natuurlijk onderdeel zijn van een groter spel in het landelijke en een kabinet waar we aan deelnemen. Nou, ik denk dat we ook daar de komende maanden heel goed kunnen laten zien dat D66 partijen die aan de ene kant samen met anderen probeert resultaten te halen en aan de andere kant ook voor zijn eigen idealen staat. Ja. Ja, dat moeten we lokaal ook doen. En afgelopen tijd geen appartement gekregen? Ik heb geen appartement gekregen, nee. En als ik dat wel heb, dan zal ik hem meteen op een lijstje zetten. Ik ga meteen naar de rivier en ik meld hem aan. Hey, dankjewel, veel succes met de verkiezingen. En fijne kerstdagen. Ja, ook fijne kerstdagen. En zo voor deze uitzending van Aan Tafel met Leendert. Dinsdag zijn we de wereld, tweede kerstdag. En is hier dominee Ad Alblas, de dominee voor ongelovigen. Dus tot dinsdag.